Goede dag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In deze aflevering praten we over de toerismemaand en andere ontwikkelingen binnen de toerisme sector met de directeur van toerisme, meneer Rabin Buddha. Goedendag meneer Buddha, welkom in ons programma In Gesprek Met. We vieren nu de toerisme maand. Wat is het doel in dit jaar? Nou, de toerisme maand, we hebben de kick-off gehad. En het gaat erom dat wij met deze activiteiten een stukje bewustwording creëren onder de bevolking. Onder eigenlijk een ieder die bezig is met toerismeactiviteiten, maar ook anderen die niet direct betrokken zijn, maken we bewust omdat toerisme nog naar mijn inzicht ondergewaardeerd is binnen Suriname. Ja. En wat is het thema dit jaar? Het thema dit jaar is Tourism and Peace, Tourism en Vrede. U weet dat toerisme zorgt voor een stukje vrede in de wereld, want zonder vrede is er geen toerisme. Mensen willen veiligheid en zekerheid en als plekken onveilig zijn, gaat men niet naar die plekken. Ja, ik weet dat in de afgelopen periode sinds de toerisme maand is begonnen, er op verschillende locaties, dus in verschillende districten, activiteiten zijn georganiseerd en zullen worden georganiseerd. Hoe zijn de kick-off en activiteiten verlopen? Nou, we hadden de kick-off op 26 augustus in Lalaroek. Daarna zijn we gelijk begonnen met de activiteiten. Komwijnen, dat heeft de spits afgebeten. Daar hebben we heel mooie activiteiten kunnen organiseren. Met culturele optredens en alles erop en eraan. Afgelopen zaterdag was het Coroni tot Nes. Daar hebben we ook heel veel culturele optredens gehad. Ook heel veel craft en voeding en drank en muziek. Gisteren hadden we Saramaka. En dat was ook denderend, zoals ook verwacht. Het weer was ook heel mooi. De minister was erbij. En de geluiden doen de ronde al. Laat me zo zeggen, het is duidelijk aan de minister verteld van minister, dit moet het zijn, dit moeten we vaker organiseren. Ja. En de DC heeft dan gelijk het besluit genomen van, we gaan ons best doen om dit maandelijks te organiseren. In ieder geval, dit zijn de activiteiten die we al hebben georganiseerd. In de pipeline zit nu, komend weekend hebben we Lelydorp. Daar wordt de weg afgesloten, 2 dagen lang hebben we activiteiten. Daarna hebben we 21 districtie Paliwini op Jojo. Zijn er veel activiteiten. Eind van de maand hebben we Nikeri, Let's Go to the West. Het grote evenement, dat is op 27, 28 en 29. Dat is de Tourism Festival. Het begint op de Wereldtoerismedag. Ja. We gaan dit jaar groot uitpakken. 3 dagen. De buurlanden en nog een aantal landen uit de regio doen mee. Frans-Guyana, Guyana, Curaçao, Barbados, Aruba. Die doen allemaal mee. En dan hebben we alle ambassades die hier vertegenwoordigd zijn. Die doen ook mee. De sector doet mee. En samen met alle elementen van het toerisme gebeuren. Dus cultuur, voeding, drank, alles. Hopen wij dat de 3 dagen bij Roelies Event aan de Magenta, Kronenburgweg. Dat het een mooi toerismefestival kan worden. En hoe wordt de samenwerking met lokale gemeenschappen, dus ondernemers en gidsen, versterkt tijdens deze periode? Nou, ondertussen weten de bedrijven die eerder hebben geparticipeerd dat de toerisme maand wordt gevierd elk jaar. We hebben vorig jaar
de maand september uitgeroepen tot de toerismemaand. Dus iedereen keek uit naar de activiteiten. Daarnaast hebben we onze website suriname.travel, onze social media kanalen, waarop wij al die posts plaatsen van wat er gaat gebeuren en waar men kan aanmelden. Mm-hmm. En daarnaast heb je een aantal vaste klanten, vaste personen en bedrijven die meedoen. En in zijn totaal kunnen we zeggen van ja, het is een mooi evenement aan het worden. En wat zijn de belangrijkste toeristische trekpleisters in Suriname die deze maand extra in de schijnwerpers worden gezet? Nou, Suriname staat bekend om natuur en cultuur. Dus alles wat zo'n beetje gelinkt is met de natuur, alle vormen van toerisme die betrekking hebben op natuur, alle vormen van toerisme die betrekking hebben op cultuur, van klederdracht tot culturele optredens van de verschillende groepen, culinair gebeuren. Alles komt tot uiting in de districten en ook op de toerismefestival zal dat ook tot uiting komen. En gaan we ook naar Sipaliwini, daar komen meer de natuurelementen tot uiting. Dus kortom, de focus is op natuur en cultuur, maar daarnaast moeten we niet vergeten dat erfgoed ook een belangrijk onderdeel is van het totaaltoerisme gebeuren. En ons binnenstad staat op de UNESCO World Heritage List, Jodensavanna, het Centraal Suriname Natuurreservaat, maar daarnaast heb je ook nog het district Komowijnen vooral, alle districten hebben een historie, maar Komowijnen heeft zo'n rijke historie, een plantage, economie-historie, waarnaar heel veel bezoekers uit diverse landen komen om eigenlijk naar al die verhalen te luisteren en alles te bezichtigen. En Bakkie is een voorbeeld, Frederiksdorp is een voorbeeld, Peperpot en gaat u maar zo door. Meneer Boeda, als we kijken naar de algemene situatie in Suriname als het op toerisme aankomt, wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie te maken hebben? Nou, zoals elke sector kent de toerisme sector ook een aantal uitdagingen. We weten dat er een gebrek of dat er geen wet en regelgeving was. We hebben nu de twee toerismewetten reeds. En werken we nu aan de uitvoeringsbesluiten. Tot dan zijn er standaarden en regels binnen de sector die afhankelijk zijn van andere wetten en andere regels. En ieder is op dit moment vrij om eigenlijk te bepalen binnen welke standaard zijn of haar product en dienst past. Maar we werken naar standaardisatie. We zijn thans ook bezig om een aantal standaarden te verheffen tot technische voorschriften. Dat wil zeggen dat het standaarden worden die verplicht gesteld gaan worden. In ieder geval, de kwaliteit van de producten en de diensten die thans worden aangeboden, kunnen op een hoger niveau. Daarmee zeg ik niet dat we het slecht doen. We doen het goed en we willen het beter doen. Dat is één van de uitdagingen. We weten dat seizoengebondenheid ook een groot probleem is. Je hebt te doen met een sector dat deelt met vergankelijke producten. Mm-hmm. Dus als een hotelkamer vanavond leeg is, is het leeg, is het verloren. Je kan het niet bewaren. Als die vliegtuig vandaag met 50 lege stoelen vertrekt, is het verloren. Daar kan je geld verdienen. Mm-hmm. Als je eten klaar hebt gemaakt, dan moet je dat binnen een x aantal uren verkopen. Anders kun je dat niet meer verkopen. Dus het is een heel gevoelige sector, gevoelig voor veiligheid, gevoelig voor allerlei andere zaken. En dat zijn allemaal uitdagingen waarop je vooraf afgestemd moet zijn. Op zijn Surinaam zou men zeggen, drink er eens die wacht die ziekie. Mm-hmm. Verder hebben wij ook de grootste uitdaging voor de sector is geldgebrek, middelen. Middelen vanuit de overheid. Met het weinige dat aanwezig is, proberen wij beleid te maken en beleid uit te voeren. De private sector staat ook verlegen om middelen, om investeringen. Ik zei het al, we hebben het toerisme sector
is gebonden aan seizoenen. Ja. Je hebt hoogseizoen, dan heb je weer een dal. En de inkomsten zijn dan minimaal of bijna geen inkomsten. Maar de vaste kosten gaan door. En dat maakt dat heel veel, vooral kleine ondernemers, niet op iets opzij kunnen zetten om duurzame investeringen te doen. En daar moet er ook veranderingen in komen. En wij proberen ook samen met hun dat seasonality een beetje te rekken of te vermijden door allerlei andere activiteiten te creëren. Een van ze is bijvoorbeeld de Toerisme Maand, dat we nu doen, landelijke activiteiten waarbij er toch beweging is in de moving van de mensen, maar ook binnen de economie, dat er beweging is en dat men nog een graantje kan meepikken. Dus kortom, dat zijn een aantal uitdagingen. Er zijn nog meer. Als we kijken naar de districten en vooral het boven Suriname gebied hebben we vaak aangedaan. En het blijkt dat afval en afvalverwerking daar een groot probleem is. We zijn ook bezig daarmee met bewustwordingsvideo's. Mensen bewust maken van wat ze met hun afval kunnen doen. Organisch proberen te scheiden, proberen te composteren. Anorganisch proberen te opzij te zetten en als de vuilafhaal komt en al dat soort zaken. Dus we zitten met een groot aantal uitdagingen. Maar ik kan u ook meegeven dat we de goede kant op gaan met het toerisme. En niet Boeddha zegt dat. Het zijn de indicatoren die genoemd kunnen worden. En het is de Suriname Economic Board die heeft aangegeven recent nog dat de Surinaamse economie met 1,7% is gegroeid. En dat is veelal te danken aan de horecasector en het aantal arrivals. En als we ook om ons heen kijken, dan zien wij ook dat in elk district meer orde bijkomen, meer restaurants bijkomen, meer hotels bijkomen. De appartementensector, dat maakt een flinke groei mee. Met die oil en gas heb je die gated appartementen. Die maken ook een grote groei mee. Kortom, we gaan de goede kant op. We hebben de pre-COVID cijfers al gehaald en zelfs gepasseerd. Dus ondanks de uitdagingen is er nog heel veel moois om te vertellen dat we de goede kant op gaan. Ja. En als we kijken naar de mensen die allemaal komen naar Suriname en die toeristenorde of gewoon Suriname aandoen. Veelal zeggen we, de meeste mensen die komen zijn toeristen uit Nederland en mensen die familiebezoekjes brengen. Is er een bepaalde uitdaging om mensen van andere landen aan te trekken naar Suriname? Ja en nee. Om bij het eerste te beginnen. Nederland was, is en blijft een markt, een source market voor ons. Ja. Dus die markt moeten wij blijven onderhouden en maximaal benutten. En daarnaast probeer je dan ook andere markten aan te boren. Maar niet zomaar markten aan te boren. Maar je moet ook wel even nagaan, hoe zijn de vliegverbindingen? Ja. Hoe kunnen mensen zich verplaatsen, makkelijk en goedkoop? En zo zijn wij dan ook bezig met de Amerikaanse markt, de Duitse markt. We hebben vorig jaar Italië ook gedaan. Dit jaar gaan we ook Italië weer doen. Dus zo zijn we bezig nieuwe markten aan te boren en de bestaande markten te behouden. En het gaat er ook om dat je de real toerist, de pure toerist, probeert binnen te halen. Zoveel mogelijk van die pure toerist die een taxi pakt. Of een busbedrijf die in een hotel slaapt en die drie maaldaags in het hotel of in een restaurant eet. Wat zien we bij de Nederlandse bezoeker? We verdienen wel, maar niet het maximale. Want die gaan ook op familiebezoek. Die blijven bij de familie of die gaan naar appartementen. En die organiseren zelf een tour. En dan mist de sector zo wat inkomsten. Op zich niet erg. Iedereen let op zijn of haar portemonnee. En als u en ik het zijn, proberen we ook zaken goedkoop in het buitenland voor elkaar te krijgen. Dus ongelijk hebben ze niet. Maar aan de andere kant zie je ook dat er een kleine verschuiving is in de positieve zin. Waar de familie bij de familie ging blijven,
gaan ze nu in een appartement voor een stukje privacy en een stukje rust en alles. Ja. Dat is een positieve ontwikkeling. De economie heeft er voordeel aan. Werkgelegenheid, inkomsten, noem maar op. Waar je zag dat ze veel meer met de familie op pad gingen, boeken ze nu ook tours. Dus deze kleine verschuivingen, die gaan plaatsvinden en wij juichen dat toe. En te zijner tijd boren we andere markten aan. En het zijn de grote internationale toerismebeurzen die we allemaal bezoeken in de buurlanden, in Europa, in Amerika. Ja, en je haalt een mooi punt aan, dat dus een Suriname bepaalde toerismebeurzen een bezoek en mensen aantrekt naar Suriname. Heeft u misschien cijfers dat sinds het bezoeken van internationale beurzen, waarbij bijvoorbeeld meer toeristen hebben kunnen krijgen uit die landen? Nou, kijk, je gaat niet gelijk kunnen kwantificeren, mm-hmm. omdat de toerisme sector een beetje anders werkt. Mm-hmm. Sta je op een internationale beurs, dan zal het zeker 1 tot 2 jaar duren voordat een tour operator jouw programma's, jouw tours in hun pakket opneemt. De individuele die gaan online boeken, die gaan komen, maar dat zijn enkelingen of een klein groepje. Maar om het echt op een duurzame manier via de travel agents te doen, duurt 1 tot 2 jaren. Wij kunnen vanuit elk beursbezoek niet gelijk aangeven van zoveel rendement heeft zo'n beurs opgeleverd. Maar wat ik net al zei, we zijn de pre-COVID aantallen van 2019 al gepasseerd. Nu zijn we richting 700.000 arrivals per jaar. En dat is dan weer een indicatie van ja, het beurzenbezoek, een nieuwe website Suriname.travel, de destinatiegids die wij digitaal en in hardcopy overal proberen te distribueren via de ambassades en overal, werpt vruchten af. Want dat zie je gewoon aan het aantal arrivals en ook de movement binnen je eigen gelederen. Van bezoekers naar Nikeri en boven Suriname en naar het westen en oosten en noem maar op, en het paragebied. Ja, en als we kijken naar binnenlandse toerisme, dus daarmee bedoel ik een Surinamer die naar een toeristische plek gaat, een toeristische oord. Heel vaak horen we mensen zeggen, het is te duur, ik ga liever naar Curaçao of iets in die zin. Wordt er in het beleid rekening daarmee gehouden dat we ook dus de toerist in eigen land moeten accommoderen? Helemaal. De mensen die zeggen het is duur, het binnenland is duur, inderdaad, het is aardig duur, maar het product bestaat uit een aantal componenten. En transport is heel erg duur. Het gaat om een stukje capaciteit. Als je met 1 persoon of 5 naar Atjoni gaat of met 20, je vaste kosten voor transport zijn ongeveer hetzelfde. En dat maakt het duur. Wil je vliegen naar Palomé of Apetina of zo, is duur. Vliegen is een dure grap. En dat maakt dat het product duurder wordt. En vandaar dat er vanuit het ministerie een meersporenbeleid is. We proberen meer, in elk district proberen we het toerisme te ontwikkelen. Stimuleren lokaal toerisme. We proberen elk district te encouragen om hun unieke karakteristieken om te zetten in toeristische producten. Nikeri is vaak nu elk weekend bomvol. Ja. Toch? Kijk maar naar die eetgelagen en noem maar op. Wil je naar het binnenland, dan ga je toch wel wat meer moeten neertellen. Maar de vraag is, wil je naar de Wonotobo vallen om in die Sula te liggen? Of wil je vlak hier bij Jojo in die Sula liggen? Het zit ongeveer hetzelfde water. Het is wel een heel andere beleving als je naar de Wonotobo vallen gaat. Maar een heel andere beleving, een heel andere experience, kost ook heel veel geld. Is te vergelijken met dezelfde koffie die je bij Torarica gaat gebruiken en diezelfde koffie die je thuis of bij ergens anders een klein restaurantje gaat gebruiken. Dus we moeten we kunnen vergelijken, we mogen vergelijken, maar het gaat om de ervaring, het gaat om de experience, het gaat
ook om, wil je in een 1-sterrenhotel slapen of in een 5-sterrenhotel slapen. Zo kunt u het heel voorzichtig, ik zeg het heel voorzichtig, die toeristische producten vergelijken. Wilt u vliegen, varen, rijden combineren of zegt u, ik ga toch wel in een soela liggen dat ik kan missen. Dus dat zijn die overwegingen. Wij proberen het product zo dichtbij mogelijk te brengen. En aan de andere kant zijn wij bezig met de private sector om te kijken welke airports, dus die airstrips in het binnenland, verhard kunnen worden. We zijn ook bezig te kijken of wij Acioni tot een hub kunnen maken, waarbij je brandstof en alle andere zaken in bulk kan vervoeren naar Acioni. En dan vanuit Acioni kun je met een klein vliegtuig doorhoppen. Dat zal stukken goedkoper zijn, dat je vanuit Zorgenhoop dan naar helemaal naar Palo moet gaan vliegen. Dus dat beleid op het gebied van transport wordt allemaal ontwikkeld. Een aantal zijn al in de pipeline. Ik wil het bijna verklappen dat iemand al plannen heeft om een internationale luchthaven op Acioni te bouwen. We zijn in gesprek. We zijn bezig te kijken wat de haalbaarheid is. En zo zijn wij bezig duurzaam beleid te ontwikkelen. In de meantime moet de sector doorgaan. Dus gaan wij door met marketing en promotie van het huidige product, terwijl je simultaan probeert om dat product dichter bij de bevolking te brengen en van betere kwaliteit. Ja, helemaal. Gesproken over dus duurzaam beleid en ook de transportsector. Ik heb recent mogen spreken met enkele buitenlandse toeristen, om het zo te benadrukken. En ze hebben aangegeven dat transport een heel groot probleem is in Suriname. In het buitenland kan je bijvoorbeeld als toerist gewoon met het openbaar vervoer naar bepaalde plekken gaan. In Suriname is het heel moeilijk. En dat hebben ze aangegeven. Als directeur toerisme heeft u ook dus met uw collega's die het beleid bepalen of werken aan het beleid gekeken naar hoe het transport een gedeelte in het openbaar vervoer verbeterd kan worden in het kader van toerisme? Zeer zeker. Het is een van de grootste uitdagingen. Transport is de grootste uitdaging voor het ministerie, kan ik zeggen. Ik praat niet namens mijn collega, maar we maken vergaderingen mee. Ja. En we hebben op dit moment nog geen pasklaar antwoord voor het oplossen, honestly. Yeah. Ja? Als ik hier mooie verhalen ga proberen te vertellen, dan ziet men het ook. Yeah. Dus we hebben geen pasklaar antwoord op dit moment. Er wordt gewerkt met de NVB en met de PLO. En er worden naar mogelijkheden gekeken. Er zijn buitenlandse investeerders, investeerders uit India, uit China, die het totaal systeem willen overnemen en willen vernieuwen. Maar dan zit je weer met andere sociaal-economische problemen. Ga je je eigen mensen broodeloos maken en een grote multinational hier halen die al dat geld van hier wegtrommelt? Begrijpt u? Dus het zijn uitdagingen. En dan probeer je met de lokale ondernemers, met de lokale boothouders te kijken van hoe kun je dan dat zaakje verbeteren. Want iemand binnenhalen is makkelijk, toch? Maar wat zullen de sociale gevolgen daarvan zijn? Ze kunnen, op termijn ga je ze niet kunnen overzien. Dus het is een uitdaging. We proberen, we zijn met de SLM bezig, we zijn met de airlines bezig om te kijken waar er goedkopere tickets aan de man gebracht kunnen worden. We zijn ook bezig met Fly Always om te kijken van naar die binnenlandse vluchten. We hebben ook er zijn wat gesubsidieerde binnenlandse vluchten, dus lijndiensten waarbij mensen naar het binnenland kunnen gaan tegen gesubsidieerde tarieven. Dus het is een uitdaging, we proberen een oplossing te vinden, maar het gaat nog een beetje duren. Ja, en als we kijken dus naar het beleid zelf van het ministerie, wat zijn de vooruitzichten voor de komende tijden om bijvoorbeeld de toerisme te verbeteren, de toerisme sector te verbeteren? Niet alleen dus hier in Suriname, maar ook dat we meer buitenlanders gaan aantrekken. Nou, sowieso is mijn beleid vanuit het ministerie samen met de minister gefocust op 4 pijlers. Mm-hmm. 1 is die wet en regelgeving. We hebben die wetten al. Die uitvoeringsbesluiten moeten komen, zodat wij de sector kunnen gaan ordenen. Ordenen en certificeren.
dat zal met zich meebrengen dat er een stukje structuur komt. Dat je veel meer erkende bedrijven gaat hebben. Bedrijven die producten en diensten aanbieden die aan standaarden voldoen. Dat zal het bedrijf beschermen, dat zal de bezoeker beschermen. Dus wet en regelgeving, ordenen van de sector, dat is nu in de maak. Samen met de wetten, die wetten zijn er al na 26 jaren. Tweede is marketing en promotie. Marketing en promotie, je kunt niet zeggen van je gaat op een marketingstrategie wachten en consultants halen. Nee, de sector gaat doodbloeden. Een meersporenbeleid, we doen marketing en promotie. We hebben daar een beleid om diverse beurzen samen met de sector te bezoeken. We hebben een website, we hebben destinatiegidsen. We gaan naar de beurzen, we organiseren allerlei activiteiten om de mensen, de lokale mensen en de buitenlandse bezoekers bewust te maken. Ten derde hebben we als onderdeel van de ontwikkeling van het lokaal toerisme de ontwikkeling van de districten, stimulering lokaal toerisme. We hebben tientallen trainingen landelijk verzorgd, van gidsentraining tot marketing tot productontwikkeling. Just name it, brood en banket, keukenassistent. In alle districten hebben we zeker 4 tot 5 trainingen al verzorgd. En dat maakt dat er meer ondernemerschap komt, dat er betere producten komen. En dat gaan wij voortzetten. Dat gaan wij voortzetten. En finally, vierde beleidsgebied is bewustwording. Bewustwording letterlijk vanaf de president tot de man van de straat. Iedereen moet bewust gemaakt worden van wat het belang van toerisme is voor het land, voor jouw district, voor jou als persoon, voor jou als organisatie. En dat proberen we middels opstelwedstrijden, middels tekenwedstrijden voor verschillende doelgroepen, middels video's op social media, ook video's met betrekking tot natievorming, ook video's met betrekking tot een afval en afvalverwerking. En natievorming vooral, dat past heel mooi in bij het thema van de Wereldtoerisme Dag, Tourism and Peace. We hebben die vrede nodig, we hebben die eenheid nodig om bezoekers naar ons land te krijgen. Gaat u maar na wat er in de landen als Oekraïne en Israël en Libanon en noem maar op. Wie zou daar willen gaan, waar er gevochten wordt? Wie zou naar een Venezuela nu willen gaan? Waar er rellen zijn en al dat soort zaken. Dus wij proberen die rust ook te bewaren. Vandaar dat wij Tourism and Peace dat ook promoten. Overal waar we de ruimte krijgen, geven we aan dat we de vrede, die natievorming, daaraan moet er gewerkt worden. Dus dat zijn de beleidsgebieden waaraan wij werken. En dit zal verder gecontinueerd worden. En we werken met alle andere projecten ook. WWF heeft projecten, Wereldbank, IDB, UNDP. Met alle actoren werken we om het toerisme verder te ontwikkelen. Opgemerkt dient te worden dat de gemeenschappen, de Marons en de inheemsen, een heel goede plek hebben bij ons. Er is continu overleg. Continu overleg met betrekking tot het toerismebeleid. Om concreet aan te geven, we zijn al vorig jaar gestart met het bouwen van Tourist Information en Visitor Centra landelijk. Ja. Het ligt in de bedoeling dat elk district zo'n centra krijgt. Saramaka zijn we al halverwege. De ambtswoning van de DC, dat wordt een museum, is al verbouwd. En daaromheen krijg je die kiosk of die cabanas, hoe je het wil noemen. En net de toiletten en alle soort zaken. Corona hebben we al de kick-off gedaan. Tatakolinplein wordt ook netjes omgebouwd. Waar je culturele optredens kan hebben. Waar je nette toiletten hebt. Een speeltuin, nette parking, alles. En we zijn nu bezig met Atjoni. En die involvement van de gemeenschappen. We zijn naar Atjoni gegaan. We hebben al die NGO's daar uitgenodigd. Stichting Toerisme Boven Suriname. Samen met de DC, samen met het traditioneel gezag. Iedereen hebben we bij elkaar opgetrommeld. En de plannen voor het bouwen van een Tourist Information and Visitor Center hebben we daar besproken. Yeah. En dat heeft vruchten afgeworpen. Want WWF heeft een project voor dat gebied. En nu zegt WWF, meneer Boeddha, wij willen ook meehelpen met die Tourist Information and Visitor Center.
GWB heeft een ASL of ALS, ASL-programma. En die hebben zich ook aangediend. Die willen trainingen verzorgen en die willen een marketing en een promotieplan voor dat gebied helpen opstellen. Dus zo zie je dat uit het een komt het ander en dan krijg je dat iedereen nu inziet van hey, langs elkaar heen werken gaat die piek niet bereiken. Dat is ook deel van het beleid van TCT. Alle actoren die bezig zijn het toerisme te ontwikkelen, allemaal bij elkaar brengen, samen te werken en het toerisme integraal aan te pakken en duurzaam verder te ontwikkelen. Dus, en dat is aardig gelukt. Ik heb een paar voorbeelden gegeven en is een mijlpaal voor het ministerie, want samenwerken in Suriname is ook een uitdaging. Ja, en als we kijken naar de kosten die meekomen bij het reizen, in de afgelopen dagen is er vooral op social media commotie ontstaan omdat mensen ervan uitgingen dat door een bepaalde berichtgeving dat de kosten voor, hoe noemen ze dat ook alweer? Vertrekbelasting. Ja, de vertrekbelasting verhoogd zou zijn naar $65. Natuurlijk heeft het ministerie gereageerd dat die zaken niet zo zijn. Maar kunt u dus weer voor ons verduidelijken waar het precies om gaat? Ja, dus het gaat om de vertrekbelasting, waarbij voorheen het $66 was. Mm-hmm. En dat werd verdeeld onder 4 stakeholders. Thans is het niet meer nodig dat het verdeeld wordt onder 4 stakeholders, maar dat het verdeeld wordt onder 3 stakeholders. En dat is bij een resolutie slechts aangepast. De belasting die de bezoeker al ging betalen, het is zelfs met $1 verlaagd, van 66 naar 65. En dat was al berekend in de ticket. U moet weten, een ticketprijs, we zien het niet als klant, maar een ticketprijs is opgebouwd uit een aantal componenten. En vertrekbelasting is één van die componenten. Andere landen hadden COVID-fee geïntroduceerd, andere landen hadden security-fee geïntroduceerd. In ieder geval, ik kan de bezoeker of toekomstige bezoeker geruststellen, u gaat geen cent meer betalen dan wat u al eerder hebt betaald aan vertrekbelasting. Dus een verhaal ter verduidelijking, want ook Surinamers gingen ervan uit, boy, als ik weg ga, dan moet ik plus $65 betalen. Niemand, ook dus de toerist die van Suriname uit vertrekt, zal niet een extra $65 moeten betalen. Dat is allemaal inberekend in je ticket. Ja, dus u hoeft nergens op een airport of nergens bij het inchecken of vertrek, nergens gaat u meer betalen. Als u naar Suriname komt, hebt u uw ticket en uw entry fee. Als u dat moet betalen, dan betaalt u entry fee zoals u dat eerder hebt gedaan. En met uw ticket komt u naar Suriname. En nog een mooie ontwikkeling is, bij aankomst vult u een wit formuliertje in. Daaraan zit een geel formulier voor de douane. Heel binnenkort gaat dat ook gedigitaliseerd ingevuld moeten worden. Dus geen papierwerk meer, geen pen zoeken en pen lenen in de vliegtuig en bij de immigratie, nee. Dat wordt ook versoepeld. Alles is al in kannen en kruiken. We wachten op de kick-off. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, wij proberen het zo makkelijk mogelijk te maken voor elke bezoeker. En het beleid is ook gericht om de bezoeker niet meer te laten betalen dan men al heeft betaald. Ja, want het heeft ook geen zin om jouw destinatie duur te maken en dan komt niemand of dan komt een klein groepje maar. Nee, dat is niet in de bedoeling. Maar aan de andere kant moet elke bezoeker ook beseffen dat er diensten worden geleverd vanuit de overheid. Ja.
en de diensten, die kosten geld. De immigratie, de douane, allerlei veiligheidsissues die bij komen kijken en protocollen waaraan je moet voldoen. Dus dat geld moet van ergens komen. Ja. Oké, en als we dus teruggaan naar het toerisme, want waarmee we dit gesprek zijn begonnen. Ik weet dat het ministerie heel vaak op internationale beurzen is om Suriname te promoten. Maar hoe wordt dus de toerisme maand op internationaal niveau gepromoot? Nou, de toerisme maand wordt niet direct op internationaal niveau gepromoot. Omdat de doelgroep van ons voor toerisme maand niet de internationale bezoeker direct is. Indirect wel. Ja, indirect wel. En de promotie is dan via onze website suriname.travel. Er is een toerismekalender daarop. Activiteiten staan erop. En via onze social media kanalen. Directoraat Toerisme staat erop. Via die website kun je ook op Facebook en noem maar op. Mijn marketingafdeling is bezig met al die geweldige dingen. Ik weet niet hoe die dingen allemaal met Twitter en Facebook en allemaal in elkaar zitten. Maar in ieder geval, de bezoeker kan alles volgen, meevolgen. Ook is de media aanwezig. De media schiet beelden, komt in het nieuws. En zo proberen we iedereen te bereiken. Maar de toerisme maand is meer gericht op de lokale bezoeker. Meer op de districten. Om hun eigenlijk wakker te schudden van kijk district A of district B. Kijk wat jouw potentie is. En we geven de eerste aanzet. Laten we dit doen. Mm-hmm. Laten we dat doen. Begrijpt u? En we kiezen bewust voor september om twee redenen. Eén is 27 september is internationale dag voor toerisme. En ten tweede hebben we dan het hoogseizoen uit het buitenland achter de rug. Dus de totale sector kan weer op adem komen. Kan weer beginnen met hun marketing en promotie. En kan weer ook inspelen op de lokale bezoeker. En daarom hebben we het zo gekozen dat de maand september, het is ook vakantiemaand, en hoe meer reclame je maakt, hoe meer activiteiten je in de districten organiseert, kunnen de mensen ook naar de districten toe gaan. Doe je het in een andere maand, dan is pa aan het werk of ma is aan het werk en de kinderen willen wel gaan, maar de kinderen kunnen niet gaan. Ja, en als laatste, meneer Boeddha, wat zijn de plannen voor toekomstige toerisme maanden en hoe ziet de groei van de sector eruit op lange termijn? Nou, twee vragen. Eén, de toekomst. Het ziet er veelbelovend uit. Reden waarom. Wij zelf zijn gestart met vorig jaar één dag toerisme festival. Ballroom Prins, bomvol. Geen parking, ondanks we de wegen daar hadden laten afsluiten. Binnen geen plaats. Mensen die een stand wilden huren, moesten we teleurstellen. En dan nog kregen we een feedback van, ja, maar waarom één dag? Die dag moest ik naar dat feestje. Of die dag moest ik gaan werken. Begrijpt u? Dus al die overwegingen meegenomen, hebben we gezegd, drie dagen dit keer. En we gaan groter uitpakken. En dan kunt u veilig op Magenta parkeren. U mag rustig daar naartoe rijden, geen file of weinig file, ja. Het terrein is groot genoeg, iedereen die daar een stand wil, mag nog contact maken met het ministerie. En men kan zijn producten etaleren, men kan zijn craft etaleren, zijn kunsten tonen, alles kan. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, ik zie dat de toerismefestival, precies zoals wij, nu het besluit hebben genomen dat in Paramaribo we drie dagen gaan. Saramaka heeft gisteren al een besluit genomen van ze gaan het elke maand doen. Mm-hmm. Elke laatste zondag dacht ik van de maand. Nikeri is met één dag begonnen, Nikeri gaat twee dagen zijn. Lelydorp is met één dag begonnen, Lelydorp gaat twee dagen zijn. Dus wat ik zie als dit beleid wordt doorgezet, voortgezet, dan zie ik de komende jaren dat in elk district meer en meer daagse toerismefestivals gehouden zullen worden. En dat zal dan verder gaan uitgroeien. En vooral met de komst van de Tourist Information and Visitor Centra in de verschillende districten. Dan hoop ik dat dat
het visitekaartje wordt van dat district, waarbij men dan echt heeft ontdekt van wauw, mijn district is ook mooi. Mm-hmm. Mijn district kan ook bezoekers ontvangen. Ik ga ook appartementen bouwen. Ik ga ook een huis bouwen met een zwembad en verhuren. Ik ga ook crafts maken. Ik ga ook eten maken, koken en verkopen. En dat is wat wij willen. Mensen hebben recreatie nodig. Mensen willen even de ruit van de dagelijkse sleur. En dan heb je keus. Dan kun je naar verschillende districten gaan. Als je niet kan vliegen, dan rij je naar de districten toe. Begrijpt u? Helemaal. En dat is dan een vraag 1. En vraag 2 was, ik heb zoveel verteld dat ik... Ik heb het eigenlijk al beantwoord. Maar de laatste vraag, meneer Boeddha. Wat zou uw boodschap naar de Surinamers zijn in deze toerisme maand? Nou, voordat ik met de boodschap begin, aansluitend op wat ik al net heb gezegd. Ja. Waar zit het toerisme? Want dat was een deel van uw vraag. Niet die festival, maar ook het toerisme mm-hmm. over een 10, 20, 30 jaren. Nou, en dit is een zeer belangrijk punt binnen ons beleid. En heeft te maken met duurzaamheid. Ja? Iedereen praat over oil and gas. Iedereen praat over bauxiet of bauxiet niet meer. Maar ik hoorde de president wel zeggen van bakhuis, het komt, gaat weer ontgonnen worden. Maar in ieder geval, goudwinning, hout, olie gaat een dagje opraken als wij het niet duurzaam gaan doen. Maar al ga je olie duurzaam winnen, het gaat vroeg of laat opraken. We hebben alles in huis om het toerisme oneindig voor te laten gaan. Ja? We hebben natuur, we hebben cultuur, we hebben erfgoed. We kunnen nog verder gaan uitbouwen en we kunnen verder gaan mikken op nog meer zaken. In de toerisme-termen noemen we dat MICE-tourism. Meetings, incentives, conferences, exhibitions. We moeten op dat fora gaan bevinden. Als grote industrieën hier komen, die gaan dan heel veel conferenties en workshops en allerlei trainingen organiseren. Wij moeten daarop gaan inspelen om vooral die seasonality eigenlijk te overbruggen. En het toerisme moet verder gaan groeien. En binnen 20, 30, 40 jaren zie ik, vooral met het beleid binnen de wereld, van geen fossiele brandstof meer en al dat soort zaken, meer een renewable energie, moet het land verder gaan teren op toerisme en op landbouw. Ja, want daarvoor hebben we alle ingrediënten. Finally, mijn oproep naar de gemeenschap is dat men bewust moet worden van wat toerisme allemaal is, dat wij een heel mooi land zijn, dat wij het toerisme verder moeten gaan ontwikkelen, dat we ons land niet moeten gaan vervuilen, ook niet door goudwinning en houtkap en oliewinning, en dat wij dit mooie land moeten ontwikkelen. Wilt u weten wat elk district te bieden heeft? Wilt u weten wat Suriname te bieden heeft? Wilt u aan kennissen en vrienden vertellen om naar Suriname te komen en wat te doen? Bezoekt u de activiteiten in de districten. Komt u naar de toerismefestival 27, 28, 29 bij Roelies. En de entree is gratis en u gaat genieten. Er zullen heel veel stands zijn, heel veel culturele optredens en noem maar op. Komt u zelf kijken en laten we samen ons mooi land verder ontwikkelen. Graag gedaan. Zo kijkers, de boodschap van meneer Boeddha was heel duidelijk. Het ministerie is bezig om de toerismesector in Suriname verder te ontwikkelen. Want het kan een van de potentiële verdiensten worden voor Suriname. En hij roept ook op dat we allemaal bewust worden van wat ons land te bieden heeft, zodat ook de buitenlandse gast meer weet over Suriname en meer te halen heeft uit wat we allemaal bieden. Bedankt voor het kijken. Dan zien we volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.